Ik schilder omdat ik het gewoon heel fijn vind, omdat ik erdoor opgenomen. En ik vergeet de tijd dan. Het vind ik fijn om met kleuren bezig te zijn. En daar word ik wel happy van. Dus ook die spanning van, oh ja, dat. En ik kan er ook wel eens heel unhappy van worden als het niet lukt. Dan denk ik zo, jeetje, waarom doe ik het? Ik heet Daphne Verheijken en ik ben beeldend kunstenares. Ik schilder voornamelijk. Ik kom echt uit een kunstenaarsfamilie. Moeder, mijn vader. Mijn vader was art director en fotograaf. Ik heb de Rietveld Academie gedaan. Het is nog een opzet met tempraverf. Ik maak mijn eigen verf. Ik schilder graag met allerlei verschillende technieken. Met veel kleur, maar ook wel dat de kleur diepte heeft en verschillende lagen. Dus dit is tempra, maar dan vond ik toch dat het, krijg je wel weer van die mooie doorkijkjes. Dat vind ik altijd wel mooi. En dan, maar het was te dof. Dus toen heb ik besloten, ik ga er olieverf overheen doen. En nou ja, toen werd het steeds dikker en dikker, maar ik wilde toch ook die transparantie behouden. En hier is het heel dik met paletmes geschilderd en hier is het weer een soort structuur van tempra. Ik ben vaak geïnspireerd door de natuur, door reizen. Ja, ben ik naar de Opaalkust geweest, dat vond ik ook heel mooi. En dan ben ik daar ook aan het tekenen, schilder, neem wat mee en dan werk ik dat later uit op mijn atelier. En veel fotograferen, dat helpt ook. Dus ik kan toch weer een beetje die kleuren kan vasthouden en terugkijken op internet. Naast mij abstracte schilderijen maak ik ook figuratieve schilderijen. Een beetje impressionistisch. Maar het blijft altijd, wat ik ook heel interessant vind, is het altijd weer anders. Het is altijd weer een uitdaging. En die uitdaging dat je iets gewoon creëert waar je zelf kan bepalen wat het wordt. Wanneer het af is. Dat maakt het ook moeilijk, maar dat maakt het ook interessant. Ik heb hier wel bijvoorbeeld een aantal kleine doekjes en daar ben ik al heel lang mee bezig. Dus het ruimtelijke wat het grote heeft, dat heb ik dan met het kleine moeilijker.